boetes kan ik niet begrijpen. Dat is meer, ze hebben geld nodig. Gelijk een boete zie je vaak hier. Geen gesprek, een boete. Van harte gefeliciteerd. Rotterdam is de boetehoofdstad van Nederland. Vergeleken met Utrecht, Den Haag en Amsterdam schrijft Rotterdam sinds 2018 de meeste overlastgerelateerde bekeuringen uit. Blijkt uit onderzoek van Vers Beton en Open Rotterdam. In 2021 werden er 3083 boetes uitgedeeld op de APV met een waarde van bijna 4 ton. U mag parkeren, anders moet u wegrijden. U mag, nee, mag niet. Nee, mag niet. U krijgt de bekeuring thuis opgestuurd. Ja? Al die boetes voor overlast komen uit de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. In de APV staan afspraken over de indeling van de buitenruimte en gedragsregels voor burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een boete voor wildplassen. We hebben een heus blafverbod. Er geldt een verbod op buitenslapen en om geld bedelen is ook verboden. Waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de Kruiskade. Daar gaan we even naar de taxistandplaats kijken. En daarna kunnen we Stadhuisplein gaan even surveilleren. Ja, wij letten voornamelijk op parkeeroverlast. Mensen die zijn natuurlijke behoeftes doen in het openbaar. We kunnen meldingen en klachten afhandelen in onze systeem. Jeugdige groepen komen wij tegen. Ja, dat soort dingen. En we zijn natuurlijk op Stadhuisplein eigenlijk ook ogen en oren van de politie. In bepaalde gebieden geldt ook een alcoholverbod. Op het drinken van een blikje bier, het roken van een joint of het gebruiken van lachgas wordt streng gehandhaafd in de stad. Stel je voor, er loopt hier nu iemand met een blikje bier bijvoorbeeld langs. Wat doe je dan? Ja, in principe mag het niet volgens de APV van Rotterdam. Kijk, als hij echt overlast veroorzaakt, door de straten heen loopt met een blikje bier, dan kunnen we inderdaad optreden. Maar als hij misschien net een meter voor de ingang van het terras staat, dan kunnen we wel eens even door de vingers zien. Maar we kunnen ook zeggen van neem even je plaats op het terras en drink je biertje daarop. Uit data van het CJIB blijkt dat in 2021 het gebruik van lachgas in de openbare ruimte 249 keer beboet is in Rotterdam. Om je een beter beeld te geven, dat was in Den Haag 74 keer, Utrecht 20 keer en in Amsterdam werd er nog niet gehandhaafd op lachgas. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Meneer ligt te slapen. Rotterdam is niet toegestaan om beslaafd te slapen. De politie komt nu ter plaatse om zijn ID vast te stellen. Had ook nog wat softdrugs bij zich, niet benoemenswaardig. Eigenlijk genoeg voor, gebruik wat toegestaan is, maar voor de zekerheid in beslag genomen. Zeer zeker voor de mensen die hier wonen, ja, die vinden dat prettig dat wij op deze manier optreden. Want ja, veel overlast. Ten opzichte van andere steden werden in Rotterdam de meeste boetes uitgeschreven voor wildplassen, het bijhebben van aangebroken flessen alcohol en alcohol nuttigen op een openbare plaats. In totaal leveren deze drie delicten ruim 184.000 euro op. Ter vergelijking, dat is in Amsterdam een stuk minder. Dat strenge handhaven doet de gemeente met een reden. Als jij houdt je netje aan de regels, dat is helemaal goed. Maar als een andere Rotterdammer zich niet aan de regels houdt, dan zit er ook een sanctie aan vast. En dat doen we uiteindelijk om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. We ontdekten dat de APV alleen maar dikker is geworden. In de afgelopen 10 jaar waren er 23 wijzigingen en 9 nieuwe toevoegingen. In totaal kwamen er 68 bladzijden bij. Zo mogen we geen vuurwerk meer afsteken, ballonnen oplaten en dieren voederen. Maar hebben we al die regels eigenlijk wel door? APV, ik weet niet wat het is. Nee, algemeen... Nee, dat zegt me niks. Het is toch voor de veiligheid? Moeilijk te zeggen. De regeltjes zijn er die er moeten zijn, die zijn er. Ja. De regels zijn soms ook zo omslachtig dat je niet weet of je dan wel of niet bepaalde dingen mag doen of zo. Dus ja, al die dingen en achter gebouwen staan om toch aan de boete quotum te kunnen komen. Zodat die boete natuurlijk continu wordt uitgeschreven. En ik zeg nogmaals, in de armste stad van Nederland.
Ja, aan de ene kant is het goed, want het is ter bescherming voor kinderen, toch? Ligt er al, als er kinderen zijn, ja, dan kan ik het wel begrijpen dat mensen boetes krijgen. Want het beperkt wel heel veel de vrijheid natuurlijk. Ook wordt er streng opgetreden bij evenementen, het gebruik van alcohol en softdrugs en breidde het alcoholverbod zich uit. Tussen 2014 en 2022 breidde het verbod met 2,6 vierkante kilometer uit. Dat is bijna 12 keer het oppervlak van Rotterdam Airport. U heeft het over leefbaarheid, maar gaan al die regels en dat strenge handhaven juist niet ten koste van die leefbaarheid? Nee, juist niet. We hebben die regels niet voor niets met elkaar afgesproken, omdat we bepaald gedrag niet willen in de stad. En dat proberen we natuurlijk op allerlei andere manieren te voorkomen. Maar als het plaatsvindt, ja, dan gaan we ook handhaven. Dat betekent dat er inderdaad soms een boete aan vast zit. Maar hoe ontstaat zo'n APV precies en wie bedenkt eigenlijk al die regels? De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de APV. Samen met het college van burgemeester en wethouders beslist zij wat er in de APV komt. De burgemeester en wethouders voeren het beleid uit en de raad heeft de taak om die te controleren. Soms stelt de raad een wijziging van de APV voor na een gebeurtenis, zoals de strandrellen in Hoek van Holland. Maar dit kan ook na signalen van een groeiend probleem, het gebruik van lachgas bijvoorbeeld. Een partij of raadslid pikt het op en zet het op de politieke agenda. Er wordt een motie ingediend en de raad stemt daarover. Met die motie doet een partij een voorstel om een regel in de APV toe te voegen of te wijzigen. Zijn er dan nog echt bepaalde dingen waar je echt op let, bepaalde focuspunten? Ja, voornamelijk bij de uitgaansplekken eigenlijk afwijkend gedrag is. Dat houden we in de gaten. Of al die regels ook het gewenste effect hebben, is niet duidelijk. Uit gesprekken met verschillende raadsleden blijkt dat de APV niet tot nauwelijks wordt geëvalueerd. De raad krijgt sinds 2018 elk half jaar een boeteoverzicht van de stad. Maar daar blijft het dan ook bij. Het is voor de gemeenteraad moeilijk de uitvoering van de handhaving te controleren. Die regels belemmeren het stadse Rotterdam. Zo werd er streng opgetreden bij het wildzwemmen bij de Koolhaven, terwijl het niet duidelijk was dat je daar niet mocht zwemmen. En kreeg de Pleinbioscoop na 37 jaar geen vergunning. Dus naast bewoners ervaren ook organisatoren de restricties van de stad. Dus zij komen anoniem en zij vragen aan het publiek, ja, wat is dat hier, concert, oké. Okay. Jullie hebben geen toestemming voor concert, omdat jullie hebben geen vergunning aangevraagd voor de evenement. Gemeente Rotterdam de laatste tijd kennelijk bezig is alles verbieden, omdat dat is minder risico. In Rotterdam wordt dus streng gehandhaafd en de coalitie wil het BOA-korps uitbreiden naar 500 BOA's. Maar werkt dat strenge handhaven nou? Ja, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar die aanpak die we nu hebben in drukke winkelstraten, waar men maar uit gemakszucht de auto op knipperlicht zet en even een broodje kip gaat halen. Ja, daarvan zien we echt dat het aantal overtredingen afneemt, omdat we juist heel intensief aan het handhaven zijn. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij naastplaatsingen. Wat we zien is dat heel veel unieke boetes dat zijn. Dat wil zeggen dat mensen niet twee keer een boete krijgen. Sommigen wel, maar veel niet. En dat duidt erop. Nou, het is geen wetenschappelijk onderzoek, maar het duidt erop dat men leert van zo'n boete en het dus vervolgens niet nog een keer doet. Er komen dus steeds meer regels bij, er wordt onvoldoende geëvalueerd en Rotterdam is boetehoofdstad van Nederland. Meer weten? Lees op versbeton.nl het hele onderzoek.